Dag beste kijkers, dit is een aflevering van Los Week Nieuws. Stijn kreeg een nieuw kunstwerk en alle inwoners van Stijn kunnen meebepalen welk kunstwerk het wordt. Het beeld kreeg een plek op de kruising Napoleonsbaan en Stadhouderslaan in Stijn. Het zal daar een jaar lang te zien zijn, gevolgd door een tweede en derde kunstwerk het daarop volgend jaar. Kunstenaars uit Stijn en Maasmechelen worden uitgenodigd een kunstwerk of een ontwerp voor een kunstwerk in te dienen om mee te dingen naar plaatsing. Een jury en alle inwoners van Stijn bepalen welk kunstwerk een jaar lang de kruising mag verfraaien. Zo komt er elk jaar een mooi nieuw kunstwerk voor iedereen en gekozen door iedereen. Op de website www.kunstindegemeente.nl kunt u alles te weten komen over dit project. De Stichting Vrijheid Eurmond organiseert het symposium Het verdwenen stukje Oud-Eurmond. Dit vindt plaats in de protestantse kerk in Eurmond vrijdag 12 oktober om 19:30 avonds. In de periode na 1950 werden veel kenmerkende woningen van het vroeger zo welvarende Maashavenplaatsje Eurmond afgebroken. Dit vanwege de regelmatig terugkerende wateroverlast. Met name de woningen in de Kloosterstraat, Eurmonder Maastraat en op de Bad zijn hierdoor verdwenen. Vrijheid Eurmond heeft hierover een publicatie samengesteld die na afloop tevens verkrijgbaar is. Gastsprekers zijn Wim Hendricks en Harry Strijkers en het symposium is gratis, wel dient u zich vooraf aan te melden. Er is ruimte voor ongeveer 100 personen. Een bericht stuurt u naar info@vrijheideurmond.nl of hmra.wijnans@kpnmail.nl of een telefoontje naar 06 21 40 00 12. 4 oktober is het weer Dierendag. Op deze feestdag voor de dieren zullen er heel wat huisdieren extra vertroeteld, verwend en geknuffeld worden. Ook winkelcentrum Stijn wil de huisdieren en de baasjes vertroetelen. Dus kom op donderdag 4 oktober tussen 2 en 5 uur 's middags naar Pet Shop Stijn en ga gratis op de foto met je liefste huisdieren. De foto's zullen online op Facebookpagina in een album verzameld worden. Degene met het leukste kiekje en de meeste likes winnen een cadeaupakket voor zichzelf en het huisdier. De winnaar wordt op vrijdag 12 oktober bekendgemaakt. Dit jaar gaat de gemeente samen met inwoners en verenigingen aan de slag met een nieuw accommodatiebeleid. Samen wordt gewerkt aan een bruisende en leefbare gemeente met toekomstbestendige accommodaties. Denk mee over de toekomst van jouw dorp. De wereld verandert behoorlijk snel. Er wonen minder mensen in onze gemeente. Dit heeft veel invloed op onze vraag en behoefte om prettig te leven in Stijn. Volgens de prognose zal het aantal inwoners over 20 jaar 15% gedaald zijn. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er op dit moment nagedacht moet worden over de toekomst van Stijn en er door een andere bril gekeken moet worden. De vraag is hoe de gemeente en haar bewoners in de toekomst om willen gaan met de voorzieningen en accommodaties die daarbij nodig zijn. Wil je meedenken over de toekomst van jouw dorp? Dan ben je welkom bij een van de bijeenkomsten die georganiseerd worden in de maand oktober en dat in de wijken Nieuwdorp, Meers, Elslo, Berg aan de Maas, Kerenseide en Oudstein. Voor info en data's en tijdstippen kunt u terecht op www.gemeentestijn.nl. Aanmelding kan via onderstaand e-mailadres. Ivian Elslo start haar nieuwe seizoen. Zo neemt Lex Flix u maandag 1 oktober mee in zijn verhaal over spinnen, fabels en feiten. Een bijzondere boeiende lezing met mooie en zeer unieke opnamen van grote en zeer kleine spinnen. Er is weinig bekend over spinnen. Hun wonderlijke gedragingen zijn echter zeer fascinerend. In deze lezing zal Lex onder andere aandacht besteden aan het paargedrag, de broedzorg, de vele verschillende vangmethoden en de groei. Blijft de vraag, eten de vrouwtjes de mannetjes op en zijn spinnen gevaarlijk? De avond wordt gehouden in het Maaslandcentrum en begint om 8 uur en de entree is gratis. De geplande aanpassingen aan de kruising Mauritslaan-Sint-Antoniusplein worden gestart begin oktober. Hiertoe wordt de kruising helemaal afgesloten voor alle verkeer.
Om het verkeer in goede banen te leiden, komt er een omleidingsroute. Ook de bus wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. Hiermee vervalt tijdelijk de bushalte ter hoogte van de bebouwde kom in Urmond. De overige haltes blijven beschikbaar. Alternatieve haltes voor de vervallen bushalte zijn de halte bij de voormalige carpoolplaats en de halte aan de Heerstraat. Aan het Sint-Antoniusplein is gewerkt aan het hoofd- en infiltratieriool. In de Pastoor van der Heidestraat is gewerkt aan het infiltratieriool, de huisaansluitingen, de trottoirbanden, de inritten en het trottoir. De werkzaamheden verlopen tot nog toe volgens planning. In de Pastoor Loosestraat is afgelopen vrijdag iets eerder dan gepland gestart met het aanleggen van het infiltratieriool. In de Kapelweg is het hoofdriool vernieuwd en zijn de huis- en kolkaansluitingen aangelegd. Aansluitend is, omwille van de bereikbaarheid van de woningen, de fundering van de rijbaan aangebracht. Deze werkzaamheden verliepen sneller dan gepland. In de komende 2 weken staan nog meer werkzaamheden gepland. Aan het Sint-Antoniusplein wordt dan verder gewerkt aan het hoofd- en infiltratieriool, de fundering en groeiplaatsvoorzieningen voor de bomen. In de Pastoor van der Heidestraat zullen bouwvakkers de laatste hand leggen aan het straatwerk van de trottoirs en inritten. Na verwachting zijn de trottoirs vanaf komend weekend weer goed begaanbaar voor voetgangers. Om schade aan het nieuwe straatwerk te voorkomen, blijft deze straat wel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In de Kapelweg wordt het straatwerk op de rijbaan aangelegd. Daarnaast worden de inritten van de aanliggende woningen aangepast, zodat deze weer aansluiten op de nieuwe hoogte van de weg. Hiermee is de straat naar verwachting vanaf eind volgende week weer toegankelijk. De Kruisstraat is voor bestemmingsverkeer inmiddels weer helemaal toegankelijk. In de afgelopen weken vonden diverse werkzaamheden van fase 3 plaats. Er is gewerkt aan het infiltratieriool en de rijweg heeft een compleet nieuwe fundering gekregen. Het plein aan de voorzijde van de sporthal aan de lokale omroep Stijn is eveneens vernieuwd. In de komende 2 weken gaat men de nieuwe trottoirbanden stellen en het nieuwe trottoir aanleggen. De eerste asfaltwerkzaamheden zullen in de eerste week van oktober plaatsvinden. Dit is een week later dan gepland, aangezien het noodzakelijk was om de fundering in zijn geheel te vervangen. Deze extra werkzaamheden hebben tot een week vertraging geleid. Naar verwachting kan men op 8 oktober 2018 starten met fase 4. Dit betreft werkzaamheden vanaf de kruising Raadhuisstraat-Havenstraat tot de kruising Julianastraat-Schoorweg. De verwachting is dat deze werkzaamheden tot eind november 2018 in beslag nemen. Voor het project Reconstructie Plakstraat, Raadhuisstraat en Julianastraat kunt u tijdens kantooruren terecht bij toezichthouder Rens Joris. Dit kan via het e-mailadres, via advies@kpn.nl of via telefoonnummer 06 11 04 68 38. Dit was een aflevering van Los Weeknieuws. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende week.